namen wij de betekenis van het woord opstanding eens bekend. Het wordt veel gebruikt als opstaan, uit het bed komen, wakker worden, vroeg opstaan, laat opstaan en nooit opstaan. Dus vroeg wakker worden, laat wakker worden en nooit wakker worden. Opstand. Dit is eigenlijk ook ontstaan uit het woord opstaan. Dus uit het verrijzenis. Opstaan tegen geweld, opstaan tegen verdrukking en opstaan tegen discriminatie. Opstaan. Deze dag is bij de uitstek geschikt om te verrijzen uit de angst. Voordat men vaak niet kent en vaak daarom niet wilt. Angst voor de buren, angst voor de vreemdeling, ja zelfs angst voor de kinderen van de vreemdeling. Het wordt tijd dat we nu opstaan, in opstand komen tegen hen die fluisteren dat die vreemdelingen niet te vertrouwen zouden zijn. Wij moeten zelfs opstaan tegen die kerkelijke autoriteiten die dit zelfs aanvallen. Verrijzen moeten wij deze dag der verlossing uit de uitlaarij van de kerkgang met als ondergrond haat. Haat tegen de naasten die anders leven en anders gekleurd zijn als wij. Daarom, u, zich noemende geloof, zich noemende christen, kom in opstand tegen de haat dat als zaad in uw hart is gestrooid. Laat deze dag voor uw waarschuwing zijn, een wekker die uw tijd heeft laten opstaan om uw medemens binnen te laten. Laat de kinderen toch mee komen. Ook de zigeuner.